32-jarige terreurverdachte aangehouden. Dat gebeurde op verzoek van de Franse justitie. De man wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het voorbereiden van een terroristische aanslag. Wie de terreurverdachte is en waar hij vandaan komt is nog niet bekend. Naast hem zijn nog 3 personen aangehouden, laat het Openbaar Ministerie weten. De antiterreuractie begon rond 2:30 zondagmiddag, vermoedelijk in de omgeving van de Gerrit van der Lindenstraat. Later is de omgeving van de burgemeester Meijnerstraat en de Mathenesweg afgezet. Ook daar worden woningen doorzocht. Een onbekend aantal omwonenden is geëvacueerd.